Wat ben ik van plan dit weekend? Ja, laat ik vooropstellen dat ik heb afgelopen week nog een test gehad. Die test is in het water gevallen door het slechte weer. Dus het was lastig om een afstelling te vinden voor de auto. Ja, vandaag eerste dag. De eerste stage ging eigenlijk vrij gemakkelijk, ging aardig goed. De tweede stage hadden we een beetje moeilijkheden met de notes. Heb ik een beetje tijd verloren. Derde stage had ik wat moeite om met mijn ritme te komen. Nou, de auto voelde eigenlijk op zich wel goed aan. We hebben een paar kleine aanpassingen gedaan tijdens de middagservice. Na de service, vierde stage, top. Ging goed, ik kon lekker de snelheid vinden. Ging ook aardig hard, ik zat er ook redelijk goed bij. En vanaf toen een beetje pech gehad. Vijfde stage liep een moertje los van het schakelsysteem. Dus ik kon niet meer schakelen de laatste 3 kilometer. Toen hebben we een moertje losgedraaid vanuit de motorkap en die hebben we erop kunnen zetten. En de laatste stage is er ook iets kapot gegaan. Ik weet nog niet wat, maar de heren van Citroën zullen het wel maken, denk ik.